Wist je dat er veel meer vrouwen dan mannen burn-out raken? Volgens de Taoïsten heeft dit te maken met de vrouwelijke yin-fase en dan vooral het verdwijnen daarvan. We zijn eigenlijk de hele tijd bezig met hard werken, presteren, we voelen die druk. En de tijd om rust te nemen, om weer op te laden, die is vaak niet aanwezig. En nu komt het. De yin-fase van de vrouw is in de winter. In de winter heb ik altijd een natuurlijke neiging om naar binnen te gaan, om mezelf terug te trekken. Ook om mezelf te voeden, meer aandacht te geven aan persoonlijke verzorging en gewoon daarin te ontspannen. En ook te bedenken wat ik het afgelopen jaar heb bereikt en gerealiseerd en ook reflecteren daarop en ook kijken van oké, hoe wil ik dat het komende jaar gaan doen. Na een periode van groeien, presteren, vrucht dragen en weer loslaten, is het dan voor mij een periode om weer tot rust te komen. Om naar binnen te gaan, te reflecteren en even wat minder afspraken te hebben. In deze periode van rust doe ik dan weer kracht op voor een nieuwe cyclus van groei. Hiervoor ontwikkelde ik speciaal voor jou een natuurlijk transformatieprogramma, de Miss Natural Winter Retreat, zodat jij ook weer gelijk kunt lopen met het ritme van de natuur. Tijdens de Winter Retreat plug je weer in op Moeder Aarde en ontdek je de kunst van het niets doen. Zodat je kunt ontspannen, je optimaal kunt voeden, weer helemaal opladen, zodat je weer energiek het voorjaar naar buiten kunt komen. Speciaal voor deze winter heb ik een limited edition essential box samengesteld. Met allemaal must-haves die je in deze periode van rust heel goed kunt gebruiken. Na deze periode van rust en innerlijke transformatie heb je voldoende energie om in het voorjaar weer opgeladen en helder naar buiten te komen.